dienst. G30 is hoofdzakelijk neurologie, maar ook cardiologie. Die man wou eens naar huis laten gaan. Als je een vroege shift hebt, begint het met de briefing. En dan daarna beginnen wij met parameters te nemen, ochtendmedicatie te delen. En dan komt eigenlijk ook al meer het multidisciplinaire aan bod. Dan komt de kine en de ergo. Patiënten opzetten, wie gaat naar de Reva-zaal, wie krijgt kine aan bed. Uw artsen komen dan langs om te brieven. We hebben daar dan ook de stroke unit, waar vooral dan toch mensen komen met CVA-problemen, meer neurologische klachten eigenlijk. Is het nodig dat we die 24 uur grondig gaan opvolgen aan de monitor? Worden die op die kamer geplaatst? Zo niet, mogen die op een gewone kamer? G30 met Wart? Ja, dokter, ik kom eraan. Wanneer het tromboliseprotocol wordt afgekondigd, wordt er voor ons verwacht dat we oftewel naar een spoed lopen oftewel naar een CT. Dag, dokter. En dan daar wordt ter plaatse eigenlijk pas beslist of er effectief wordt getromboliseerd of niet. Ze heeft een NIH van 8. Ja. Je werkt samen met artsen, met die kinesisten, maar ook met logopedisten om echt die totale zorgaanbod te geven. Waarom ik voor deze dienst heb gekozen, het is een heel verspreid gamma eigenlijk. De ene wordt doorverwezen naar een revalidatieafdeling. Jammer genoeg komen ook patiënten te overlijden. Maar er zijn ook patiënten die heel snel herstellen en die dan effectief met ontslag mogen. Er is wel heel veel afwisseling in deze job en ook wat patiëntengericht.